Nou, het is zondag. Ik ben gisteren op stap geweest en ja, ik heb wat geholpen. Hè. Dus, nou, kijk mee. Nou, dames, kom binnen. Ja, toch? Wordt één groot feest hier. Ja, een beetje doorlopen. Jezus, wat een lekkere werf allemaal, zeg. Ja, nou. Little Kleine had ze allemaal aan elkaar geslagen. Ja toch, laffe hond. Nou, dames, we gaan plezier maken. Geen oorlog. Dus we mogen weer op stap. Dus dat is lekker. Dus kom binnen. Ja. Jezus, hoeveel gaan er in zo'n bus, man? Nou. En daar is de laatste. Nou. Nou, en onze vriend Robbie, die jullie allemaal hebben zien trainen, die heeft ook nog een lekker eitje gebakken. Nou, daar kunnen jullie nu even naar kijken. Na trainen heb ik altijd honger. Dus ik dacht, ik ga een wiet eitje bakken. Etje had een wiet hamburger. Ik dacht, ik probeer een wiet eitje. Hij ziet super mooi uit. En nu gaan we een hapje nemen natuurlijk. Wauw, die smaak is super lekker, jongens. Aanraden. Ik laat jullie straks weten of ik er stoned van was. Nou mensen, dat eitje is volgens mij goed gelukt. Ik ben wel stoned. Ik ga zo even een lekker kopje koffie zetten. Een beetje bijkomen en dan de hond uitlaten. Mensen, later. Lieve mensen, Bigfoot 6 is nu online. Ga even kijken voor mij. Laat me even weten wat je ervan vindt. Super veel liefde naar jullie. Zonder jullie had ik deze film niet kunnen maken. Love. Nu online. Bigfoot 6. Pak! Ik heb een tip voor jullie. In deze spannende tijden. Het kan ieder moment losbarsten in de wereld. En dan blijkt opeens dat waar wij al jaren aan gewend zijn, he, dat pinnen, he, tikkies overmaken, dat het wel eens in één klap voorbij zou kunnen zijn. En dat ook de geldmaten op zwart gaan, omdat op de een of andere manier ons internet eruit ligt. En daarom ben ik vanmorgen even naar zo'n geldmaat geweest en ik heb dit opgenomen. Gewoon cashgeld, je weet wel. Dat handige betaalmiddel dat onze overheid nu al jaren probeert af te schaffen, om ons daarvoor in de plaats de CBDC te gaan geven. Central Bank Digital Currency. En dat betaalmiddel kan op afstand aan- en uitgezet worden en daarmee heeft de overheid een totale controle, 100% controle over onze financiële handel en wandel. Weg privacy. En de overheid heeft een prima sanctiemiddel. Als jij in een demonstratie meeloopt, hop, je ziet wat Justin Trudeau nu in Canada doet, kan de overheid de toegang tot jouw betaalmiddelen van op een afstand uitzetten. Daarom, zover is het nog allemaal niet hoor, laat je niet bang maken. Haal even een maandbudget op bij de geldmaat, nu die het nog doet. Want de dingen kunnen zich in de komende weken nog wel eens veel sneller en onverwachter ontvouwen dan je nu voor mogelijk houdt. Oké, dit was een gratis tip. Fijne zondag. Nou, fijne zondag en lekker blowen. En die film is Kik en ik. Later.